boot die goed uitgerust is voor op zee. Je kan je goed vastgrijpen. Hier is zijn er ronde bevestigingen waarin je kan vastgrijpen. Kunnen we nog staan in de douche? Ook uitproberen. Nou, de rug moet je zitten doen. Weet je, dat ik wel eens om de half jaar ongeveer mopper over dit soort schakelingen. Omdat je altijd met je schouder hem zit aan te zetten. Hier zie je dat de bodem een soort S-vorm heeft aan de onderkant. En daaronder is dan de kiel gemonteerd. Waardoor, en dit stukje, dat vormt dan een put. Waarin een pomp gezet kan worden die automatisch het water weer overboord pompt. Zijn dus dik 2 meter. De boot is van epoxy heel licht gebouwd, met koolstof erin verwerkt. Maar toch is de boot ook heel stevig gebouwd. En dat zie je bijvoorbeeld aan dit puttingijzer, waaraan de putting waar het wand aan vast zit, dus alle staaldraden waar de mast mee vast zit, dat worden die krachten die worden naar beneden geleid op de romp via een hele stevige, dikke, 6 mm dikke roestvrijstalen plaat. De boot die slaat ontzettend snel aan. Hij heeft relatief heel veel zeiloppervlak voor zijn gewicht. En dat merk je echt nu een beetje met het lage geweer. Als je eventjes trimt, dan loop je gewoon een halve knoop uit.